Welkom bij de podcast Opruimen en Organiseren. Kun je leren? Ik ben personal organizer Christel en ik heb in de laatste podcast aflevering van vorige week verteld dat ik een hele leuke Q&A had tijdens mijn opruim challenge. De opruim challenge, de eerste stap naar meer rust en ontspanning in huis. Nou, tijdens deze opruim challenge kregen mensen de kans om een vraag aan mij te stellen en die heb ik beantwoord in een exclusieve video. En deze video ga ik vandaag met jullie delen, omdat er zoveel waardevolle tips in zitten. Het zijn hele diverse vragen, dus super leuk ook voor iedereen wat wils. Dus ga vooral ook even kijken. Denk je nou, opruim challenge, die heb ik even gemist. Dat is heel jammer, denk je dan? Nou, niet jammer, want de opruim challenge is wegens succes verlengd. En wat houdt dat in? Als je naar mijn website gaat, www.personalorganizerchristel.nl en je komt op mijn homepagina, zie je daar gelijk een video staan en daaronder staat een aanmeldlink. En ik heb het nu zo geregeld dat je daarmee gewoon de opruimchallenge en alle video's kan volgen. Dus je krijgt dan 5 dagen lang elke dag een video met tips en een opdracht in je mailbox. Dus kun je toch nog gewoon meedoen. Nou, ik wil je voor nu dus veel plezier wensen met deze Q&A. En ik zou zeggen tot volgende week en groetjes. Welkom bij deze Q&A van de Opruim Challenge. De eerste stap naar meer rust en ontspanning in huis. Nou, als het goed is ben jij deze week begonnen met opruimen. En dat mag ik hopen tenminste. Dat was in ieder geval mijn doel, dat je zou beginnen. Ik heb een Q&A georganiseerd voor jullie. En sommige mensen vragen, waar staat Q&A eigenlijk voor? Questions and answers. Dus nou, jullie konden een vraag aan mij stellen. Dat hebben jullie ook gedaan. Ik heb 13 vragen ontvangen. En hele diverse vragen. Ik heb ze natuurlijk even al kort even bekeken. Heb je nou geen vraag gesteld? Dan denk je, ja, daar heb ik dan niks aan om dit te gaan kijken. Nou, daar heb je heel veel aan. Want een vraag van een ander kan jou ook heel veel opleveren. En de vragen zijn ook heel divers. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus voor ieder wat wils. Ik beantwoord de vragen gewoon anoniem, heb ik ook gezegd. Hè? En je herkent je eigen vraag wel, neem ik aan, als ik die stel. Ik heb ze op volgorde van binnenkomst heb ik ze even gezet. En dan ga ik nu gewoon van start. Dan ga ik meteen naar de eerste vraag. Die ga ik even bijpakken. Want ik heb ze even allemaal onder elkaar gezet in een documentje. En de eerste vraag is. Wat doe jij met kleding waarop de naam van je kind staat? Ja, als de kleding nog goed is, tussen haakjes maat klein. En niet bijzonder genoeg om in te lijsten. Of anderszins te bewaren. Denk aan een vest of een shirt van een sportclub. Nou, onze dochter heet Isolde. En ik heb helaas nog geen jongere Isolde hier in buurt of elders leren kennen. Het voelt vanuit duurzaamheid nooit goed om die kleding die nog goed is in een kledingcontainer te doen. De meeste kleding die nog goed is geef ik gericht weg of verkoop ik soms via een tweedehands winkel. Uiteraard ben ik inmiddels bewuster qua namen op kleding en probeer ik die te voorkomen. Nou, met andere woorden, je wil het niet bewaren. Nee, het is ook te klein, je gebruikt het niet meer, het heeft geen functie meer voor je, dus het kan weg. He, je wil het ook niet bewaren als herinnering, geef je ook aan, dus het kan gewoon weg. Maar het probleem, he, zoals ik het kan lezen, is waar moet het heen? Want je wil dat het wel duurzaam gebeurt eigenlijk. Nou ja, de oplossing is eigenlijk, je gaat er eigenlijk niemand blij mee maken. Want er moet iemand die naam hebben. En dan heb je het ook nog, hè, een hele specifieke naam. En dan moet het ook nog, gaat het ook soms om kleding van een sportclub. Dat maakt het nog specifieker. Dus waar zou je dan met die kleding naartoe kunnen? Nou, wat je zou kunnen doen waar ze altijd blij zijn met kleding, denk ik. En waar het dan niet zozeer uitmaakt of er een naam op staat. Is wellicht een opvangcentra. Maar ik ben even op onderzoek gegaan en ik denk, misschien zijn er nog andere mogelijkheden. En daar leer ik ook zelf altijd wel van. En ik heb iets gevonden. En dat heet Tex Collect. En dat is T-E-X en dan Collect. En dat is een sociale textielverzamelaar. Dus dan gaat het niet in de afvalbak. Je kleding wordt opgehaald. Je krijgt 20 cent per kilo.
Dus je krijgt er ook nog geld voor. En dat geld kun je ook geven aan een goed doel. Dus je zou eens contact kunnen opnemen. He, dat geldt voor meerdere mensen die dit luisteren. Dus ook als je kleding hebt waar geen naam op staat, is dit misschien een mooi initiatief. Dus het is een sociaal initiatief en milieuverantwoord. Dus ga het eens kijken of dat misschien dat iets voor je is. Je kunt contact opnemen, eens vragen of ze die kleding met name ook aannemen. En ik zou zeggen succes. En als het lukt, laat het ook even aan mij weten. Stuur maar even een berichtje, want ik ben heel erg benieuwd hoe dat is. Ik heb er zelf geen ervaringen mee, maar ik las het en ik denk, oh, dit zou misschien wel eens iets kunnen zijn. En dit kan voor meerdere mensen iets zijn. Nou, kijk, en ik wil je toch een compliment geven, want je zegt zelf al van, ja, ik ga nu wel bewuster om. En dat is misschien ook de grootste les die je hieruit leert. Dat je nu er bewuster mee omgaat en dus niet meer die namen op die kleding laat drukken. En dat is dan ook meteen je winst, want dan ben je dus ook meteen duurzamer. Dus ik hoop dat je op deze manier je kleding toch een juiste bestemming kan geven. En ja, als dat niet zo is, ja, dan is dat zonde. Maar goed, in het vervolg weet je nu geen kleding meer bedrukken met namen. En dan kun jij het gewoon op een duurzame manier weer doorverkopen. Dan vraag nummer 2. Mijn vraag is, ik kan echt stranden op spullen een plek geven. Bijvoorbeeld, ik krijg ergens post van en wil dit op een later moment even bekijken. Dit belandt dan vervolgens op mijn hoekje van de tafel en dan stel ik het uit, vergeet het en zo groeit de stapel. Of ik doe het in een bak, maar kijk er niet meer naar. Maar ook dingen als bakjes verzamelen om in te vriezen of een artikel wat ik nog wil lezen vervolgens nooit aan toe kom. Ik beschilder kerstballen. Ik bestel van die ballen, zet de doos in de hoek van de kamer en daar staan ze dan rustig weken of maanden. Ik word daar heel onrustig van, maar zet ze dan bijvoorbeeld niet op zolder, want dan ben ik bang dat ik ze niet pak of vergeet, hè, als ze dan uit het zicht staan. Nou, ik hoop dat het duidelijk is en eigenlijk vind ik het zelf wel een hele rare eigenschap, zegt ze. Dus, elke gekste gebrek zeggen we dan maar. Nee, luister, kijk, wat betreft je post, hè, dat is bij veel mensen een probleem. Op post belandt ook vaak op de hoek van de eettafel. Maar je geeft aan, je wil het op een later moment bekijken, dus je legt het ergens neer. Maar je plant dat latere moment niet. Dus dan komt het ook niet. Hè? En het gevaar is natuurlijk wel dat er dadelijk post, belangrijke post bij zit, die je niet wil missen, die je dus ook niet leest. Hè? Als die stapel groeit, zie je dat niet meer. Wat je ten eerste kan doen, is creëren in ieder geval een vaste plek waar je al je post verzamelt. En dat zou ik kiezen, een plek waar jij je administratie doet of waar je die post straks gaat bewaren in een map of iets dergelijks. Of als je het weggooit, kan natuurlijk ook. Maar creëer daar een vaste plek waar je die post verzamelt. En dat kan ook in een la zijn, dat je het ook niet de hele tijd ziet, dan stoor je je er ook niet zo aan. En dan ga je, en dat is wel heel belangrijk, een moment in de week inplannen en dan doe je een vast moment. Ik noem even iets, woensdagochtend om 10 uur drink ik altijd mijn bakje koffie en dan ga ik even naar die plek toe, pak die stapel met post erbij en ga het even doornemen. En dan is het afgewerkt. Dus je kiest één moment in de week wanneer je je administratie doet. En kijk, doordat je dat moment dan in je agenda plant, weet je ook, nou, dat ga ik dan gewoon doen. Kun je het ook voor de rest van de week loslaten. Hè? Niet elke keer als je langs loopt en je denkt, oh, ik moet die post nog doen, oh, hoe moet ik dat nog doen. Nee, je weet dan, nee, dan ga ik woensdag doen, ik kan het nu loslaten en woensdag ga ik dat inplannen. Nou, wat betreft jouw kerstballen, hè, of andere dingen, hè, je zegt, ja, als ik ze, ben ik bang dat ik ze vergeet. Nou, als jij bang bent dat je ze vergeet, dan zijn ze dus eigenlijk niet zo belangrijk voor je. Want als jij dat zo geweldig vindt om die kerstballen te schilderen en te verven en je vindt dat zo leuk, maar je vergeet dat, ja, dan zijn ze misschien dus niet zo belangrijk voor je. Waarom koop je ze dan? Misschien heb je ze dan niet eens nodig. Hè? Dat zou misschien iets kunnen zijn. Denk er eens over na. Maar kijk, als je met spullen niet direct aan de slag gaat en je gaat ze ergens in een hoek neerzetten, ja, dat geeft rommel, wil je niet. Wat je kan doen is die spullen op een plek zetten waar ze niet in de weg staan. En misschien zou je ze op zolder kunnen zetten of in ieder geval de plek waar jij je andere kerstspullen bewaart. Zet je ze daarbij, dan vergeet je ze sowieso niet.
Dus dan zou je ze daarbij kunnen zetten. En wat je dan ook kan doen. En dat is weer een reminder in je agenda. Stel je denkt van nou, ik wil dan rond begin december wil ik die kerstballen dan gaan schilderen. Zet je 1 december een reminder aan je, in je agenda. Kerstballen schilderen. En dan weet je, oh ja, die doos op zolder, pak die doos bij en dan ga je aan de slag. Kijk, dat die reminders in je telefoon of in je papieren agenda is zo belangrijk. Dan gaat het uit je hoofd en staat het op papier of digitaal ergens anders. En dan kun je het gewoon loslaten. Dus als je niet direct iets met iets gaat doen, zet het dan gewoon dus even weg. Hè? Dus de conclusie is, spullen die je dus niet direct gebruikt, hè, die geven onrust en dat geeft een rommelige uitstraling. Dus zet die op een andere plek en zet reminders in je telefoon. Hè? Daarvoor heb je ze. Om ervoor te zorgen dat je toch weet dat je die nog hebt. Maar ja, bedenk ook even bij of het wel belangrijk voor je is. Als je het vergeet, heb je het dan wel echt nodig. En je gaf ook aan van ja, dingen niet meteen doen, zoals een artikel lezen. Nou, als je dus denkt van nou ja, dat ga ik later doen en je doet het niet, geldt hetzelfde, is het dus niet zo belangrijk voor je. Kijk, hè, ooit is in veel gevallen nooit. En als het heel belangrijk voor je was, als jij het zo'n interessant artikel vond, dan ging je het wel lezen. Dus hè, dat is even wat ik je aan je wil meegeven. Dus dat voor zover vraag 2. Dan gaan we naar vraag 3. Hoe kun je het beste omgaan met spullen / cadeaus die je in het verleden samen hebt gehad of gekocht en zelf die spullen weg wil doen? Los wil laten, maar je partner ze wil bewaren, ze wil houden. Nu houden we ze. Hoe ga je daarmee om? Nou, je zou of je partner met cadeaus weg kunnen doen, maar dat is denk ik ook niet de oplossing. Nee, dat is een flauw grapje. Nee, maar goed, wat je daarmee zou kunnen doen is, kijk, hè, ik zeg altijd zo, en dat heb ik ook in de challenge gezegd, bewaar enkel spullen die nog een functie voor je hebben. Dus doe je er nu iets mee, of ga je er in de nabije toekomst nog iets mee doen? Hè? En op welke termijn is dat dan? Is dat binnen nu een paar maanden of zeg je over een paar jaar? En ik over een paar jaren al, ik denk nou, dat is al wel twijfelachtig. Want kijk, hè, of ga je er ooit iets mee doen? Kijk, ooit is in veel gevallen nooit. En je kan ook denken bij spullen die je in minder dan 20 minuten onder de 20 euro zo weer kan kopen, die zou ik sowieso wegdoen. Hè? Dat is ook een regeltje voor. Kijk, of ik weet natuurlijk niet om wat voor soort spullen het allemaal gaat. Hè? Misschien zijn het ook spullen waar je partner moeilijk moeite mee heeft. Omdat het een bijzondere herinnering heeft of emotionele waarde. Maar heel vaak belanden deze spullen op zolder. Ik weet niet waar die spullen bij jullie staan natuurlijk. Maar dan denk ik bij heel veel mensen, ja, ik heb ze zo mooi en dat wil ik bewaren. Want ik heb zo'n mooie herinnering aan. En het wordt dan mooi op een doos op de zolder gezet. Dan denk ik, nou ja, als het zo'n mooie herinnering is. Dan heb ik eigenlijk 2 opties voor je. Of je geeft het een ereplekje in huis, als het om spullen gaat waar je mooie herinneringen aan hebt. Hè? Dat het een plekje krijgt in de woonkamer als het ergens om gaat. Of wat je ook kan doen, maak een foto ervan. Want heel eerlijk, herinneringen zitten niet in spullen, maar in je hoofd. Hè? Dan kun je bijvoorbeeld van een doos met spullen waar je allemaal herinneringen aan hebt, maar waar je eigenlijk nooit meer in kijkt of niets meer mee doet. Maak je foto's van die spullen als je bang bent om die herinnering te vergeten. Maak je een mapje in je telefoon. En zo blijft die herinnering toch levend. En dan kijk je er in je telefoon waarschijnlijk nog vaker naar van hé, dat mapje met herinneringen, dan die doos op zolder die loopt te verstoffen. Kijk, het is natuurlijk zo, als je alles bewaart, raakt je huis te vol. Nou, jij weet dat, je partner misschien nog niet. Maar uiteindelijk krijg je dus ook geen plek meer voor spullen die nu in je leven passen. Dus kijk, als je partner straks iets wil kopen, kun je aangeven, ja luister schat, maar daar hebben we geen ruimte voor. Dus dat kunnen we nu niet kopen en misschien komt dan het besef, oké, ja, dan kan ik misschien toch wat spullen waar ik eigenlijk nu niks meer mee doe, wat gaan loslaten. Kijk, de vraag is even, waarom wil je partner het houden? Heb je dat wel eens gevraagd? Ja, want dan pas kun je eigenlijk gaan kijken of hem gaan overtuigen om het los te laten. Houdt je bijvoorbeeld uit schuldgevoel? Hè? Je hebt een cadeau gehad. Ja, ik heb een cadeau gehad van mijn moeder. En weet je,
met cadeaus is het zo, je bent dankbaar als je het krijgt. Maar op een gegeven moment kan het ook zijn dat is het, ja, dat het niet meer bij je interesses past. Dat kan gewoon toch? En ik denk echt niet dat als je het dan van je moeder hebt gehad en je doet het weg, dat zij daar een heel groot probleem van zal maken. Nou verschilt het natuurlijk wel per moeder, moet ik bijzeggen. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus een cadeau krijg je en op een gegeven moment past het misschien bij je interesses en kan het weg. Wat ik hiermee wil zeggen is, houd nooit spullen uit schuldgevoel. Het kan ook zijn dat het misschien veel geld heeft gekost. En heel simpel, je geld ben je kwijt zodra je het koopt. Dus laat geld ook geen reden zijn om spullen te bewaren. Als het heel veel heeft gekost, kun je ook nog denken van nou, dan ga ik het verkopen. Hè, dat zou ook nog kunnen als geld de reden is. Wat je ook zou kunnen doen, een afspraak maken met je partner van de spullen die hij niet weg wil doen, om daar even een aparte doos van te maken, die op zolder te zetten met een datum. Nou luister, over een paar maanden, als jij nog niet naar je spullen hebt gekeken, dan gaan we ze wegdoen. Dat zou je ook nog kunnen doen. Nou, dan zet je dat gewoon in je agenda, doos op zolder, en dan denk je even, vraag je partner, weet je nog die doos op zolder? Of misschien moet je niet eens vragen, nee, dat is een vrouwengrapje, maar dan zou je dat op die manier kunnen doen. Dus de conclusie, vraag aan je partner waarom hij het zo graag wil houden. En geef ook aan wat de reden is waarom jij graag wil dat het weggaat. Want opruimen en ontspullen, en dat geeft rust in je hoofd, dat geeft ruimte en overzicht. Dat is ook heel fijn, dat geeft heel veel voordelen. En dat heeft misschien meer voordelen dan al die spullen bewaren waar je eigenlijk niets mee doet. Dan gaan we naar vraag 4. Even kijken. Hoe houdt ons gezin de eetkamertafel leeg? Het lijkt wel een tafel met spullen aantrekkingskracht. Of mag ik juist heel blij zijn dat het alleen de eetkamertafel is? Nou, ik denk dat heel veel mensen heel blij zouden zijn als het alleen de eetkamertafel is. Maar ook dat kun je oplossen. De vraag is ook even, waarom legt iedereen het daar neer? Waarom leg jij het daar neer? Want het is vaak zo, er belandt één ding, de volgende legt het er gewoon bij en zo legt iedereen het neer en krijg je overal die rommelplekken, die magneetplekken, want rommel trekt rommel aan. Kijk, en de eettafel is een groot oppervlakte, dus er passen ook heel veel spullen op, heel makkelijk om het daar neer te leggen, dat lokt ook gewoon uit. Plus het is misschien ook een hele actieve plek en daarmee bedoel ik een plek waar mensen heel veel langslopen in huis, waar veel beweging is, dus dan wordt het daar heel snel, oh dan leg ik het aan, want je loopt er langs en je legt het daar neer. Dus wellicht is het probleem is dat jij geen vaste plek hebt voor die spullen die nu op de tafel belanden. Dus zo had ik namelijk ook het eetkamertafelprobleem. En dan met name ging dat over huiswerk van de kinderen. Die kwamen thuis en die pakten de tas daaruit bij de keuken en hup, die leggen daar het huiswerk, werd op de tafel altijd gegooid. Papierwerk, tekeningen, nou je kent het wel. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit oplossen? Nou, heel eerlijk, ze komen bij ons binnen bij de garage. Dan doen ze ook hun schoenen uit, doen ze hun jas uit. Ik denk, ik heb een idee. En ik heb een rekje heb ik gekocht, een kapstok waar ze de tas aan kunnen ophangen. En ik heb een rekje met twee vakken waar ze allebei hun huiswerk in kunnen doen. Dus voortaan komen ze de garage binnen, pakken de tas, doen ze open. Huiswerk doen ze daarin. Tas hangen ze daarop en een broodtrommel nemen ze mee naar de keuken. Probleem opgelost. Ik heb hier trouwens ook een op social media ooit een reel van gemaakt. Ik weet niet wanneer die precies geplaatst is, maar daar kun je ook eens even naar kijken. Dus ja, daardoor is mijn probleem dus opgelost voor de rommel op de tafel wat betreft het huiswerk. Dus kijk, vaste plekken voor spullen is zo cruciaal om het opgeruimd te houden. Dus mijn tip voor jou is, maak je tafel eens even helemaal leeg en bepaal waar de spullen horen. Moeten ze weg of wil je ze houden? En vraag ook aan je gezin wat logische plekken zijn waar je het kan opbergen. En op die plek waar ze dan altijd die spullen neerzetten, zou je bijvoorbeeld ook eens tijdelijk even een plant neer kunnen zetten. En dan komen ze aan en volgende keer, oh, er staat een plant, oh, daar kan ik niks neerleggen. Weet je? Dus, en dan moet je het een beetje in de gaten houden. Ja, of ze het natuurlijk niet ergens anders neer gaan leggen, maar daarvoor zijn die vaste plekken dus heel erg belangrijk. Dus nou, heel veel succes met jou
eetkamertafelprobleem. Ik denk dat meerdere mensen hier last van hebben. Dan vraag 5. Mijn valkuil is om aan meerdere klussen tegelijk te beginnen. En wanneer ik echt keuzes moet maken, haak ik af en ga ik weer met iets anders beginnen. Door meerdere onafgemaakte klussen doet het juist heel rommelig aan. Ik snap dat een planning maken en eerst het een afmaken voordat ik aan het volgende begin, de oplossing is. Maar op een of andere manier doe ik dat niet. Heb je hierin een tip? Nou, ik heb een tip. Nou kijk, mooi is, je weet de oplossing en je doet het niet. Terwijl je weet hoe je het nu doet, geeft het ook niet het gewenste resultaat. Hè? Dus kijk, dan zeg ik altijd, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En dat is dus geen opgeruimd huis. Als je overal een beetje doet, ben je nergens tevreden, heb je ook nergens echt resultaat. Dus er moet iets veranderen. Maar jij zegt, mijn probleem is, hè, jouw valkuil is, dat je meerdere klussen tegelijk doet. Maar dat is niet jouw valkuil, dat is jouw gevolg. Want wat ik goed lees in jouw mail, en dat is dus jouw valkuil is, en de onderliggende reden is, als ik echt keuzes moet gaan maken, als het dus lastig wordt, dan ga ik naar de volgende. Dus dan ga ik naar de volgende klus. Met andere woorden, als het moeilijk wordt, ga ik iets anders doen. En dat is eigenlijk een vorm van uitstelgedrag. Je bent waarschijnlijk bang om echte keuzes te maken over iets. Hè? Dus dat ga je uitstellen. Dus dan ga je weer naar de volgende klus. Want daar kun je wel makkelijk verder. Dus waar komt dat vandaan? Ga eens kijken waar dat vandaan komt. Waarom jij zo moeilijke keuzes kan maken. Kijk, want het is zo, als je net begint met opruimen in een ruimte, is het vaak heel makkelijk, want er liggen heel veel spullen waarvan je weet, oh, die wil ik houden, en heel veel spullen, oh ja, die kunnen weg, maar dan op een gegeven moment, dan wordt het lastiger. En op dat moment haak jij af en ga je naar het volgende punt, en daar moet je even doorheen. Dus, mijn tip, ga focussen op één ruimte. Maak die commitment met jezelf, dat je dat ook echt gaat doen, en dat je niet vlucht naar een andere ruimte. En wat je zou kunnen doen als je nou bezig bent in de ruimte en je krijgt spullen waar je het lastig vindt om een keuze over te maken, hou die even in een aparte doos. Weet je, dan kun je verder met die klus en dan doe je die spullen waar je moeilijk een keuze over kan maken, doe je op het laatste moment. Dus zou je het op die manier kunnen doen. En je merkt echt, naarmate jij meer gaat opruimen, wordt het keuzes maken ook makkelijker als je dat vaker doet. Alles gaat makkelijker als je het vaker doet. Want je leert jezelf ook meer kennen, wat vind je leuk, wat vind je niet leuk. En je zult op een gegeven moment ook merken wat voor opluchting het geeft als je spullen weg doet. Weet je, hè? Als je op een gegeven moment denkt van, oh, ik rijd met mijn doos naar de stort, of oh, ik rijd lekker met mijn doos naar de kringloop, oh, heerlijk, het huis uit, dit geeft weer ruimte. En als je het moeilijk vindt om dingen weg te doen, focus dan vooral op wat je wil houden. Hè? En dan weet je vanzelf, dat wil ik echt houden. En dan weet je vanzelf, van, oh ja, dat kan dan misschien wel weg. Dan gaan we door naar vraag 6. Ik zou graag een tip van je willen voor het opruimen van mijn verfspullen. Het blijft een rommelig gezicht. Nou, ze heeft een foto meegestuurd met verfblikken die gestapeld zijn. Ze zei dus de voor- en dus de na-foto. Maar de na-foto ziet er nog steeds een beetje rommelig uit. Nou, je hebt eigenlijk geen vragen over het opruimen van je verfblikken, maar eigenlijk over het opbergen van je verfblikken. En eigenlijk een tip hoe het er minder rommelig uitziet. Nou, als je me volgt op social media, ik heb in maart, april mijn garage opgeruimd. Er zaten ook verfspullen bij. Kijk die eens even naar hoe ik dat heb gedaan. En die staat ook op YouTube. Dus je hoeft geen Instagram of Facebook account te hebben of TikTok account. Op YouTube staat die ook als shorts. Ik denk in april of zo. En dan kun je gewoon eens kijken naar hoe ik dat gedaan heb. Maar kijk, dus wat je doet. Dus de oplossing voor mij zou zijn, en mijn tip aan jou, koop een opbergbox. Dus een opbergbox waar je al die blikken in kan doen en misschien kwastjes en alles wat bij elkaar hoort. En afsluiten met een deksel, want die verfblikken heb je natuurlijk niet dagelijks of wekelijks of maandelijks waarschijnlijk nodig. Dus op die manier sluit je het af en dan straalt het gewoon veel meer rust uit.
Meet dus wel even de afmeting van de stellingkast waar het in staat. Hè? En ook de verfblikken, hoe groot moet die bak zijn. En dat geldt alleen voor de kleine verfblikken. Want ik zag ook van die grote emmers met tekst staan. Ja, die zou ik er dan niet in doen van die hele grote. Van die opbergboxen, die worden gewoon overal verkocht. En je kan er ook voor kiezen om van, nou, kies dan niet voor een doorzichtige, want dan kijk je er nog doorheen. Dan kun je kiezen hè, voor, en dan kun je er een label op plakken, om, zodat je toch weet wat er in zit. Nou, ik hoop dat ik je hiermee heb geholpen. Dan gaan we naar vraag 7 en ik neem even een slokje. Even kijken. Op de planning heb ik vanaf morgen de kledingkast staan. Hoe pak ik dat zo effectief en efficiënt mogelijk aan? En hoeveel dagen en tijd per dag is het reëel om ervoor in te plannen? Het is een deur, het is een tweedeur schuifdeurkast. Nou goed. Hoeveel dagen en tijd je ermee kwijt bent, kan ik gewoon niet zeggen. Weet je waarom? Ik weet niet hoe vol jouw kast ligt. Ik weet niet hoe georganiseerd jij bent over het aanpakken van zo'n ophangklus. Ik weet niet hoe snel jij keuzes kan maken. Want daar zit ook hè, het snel keuzes kunnen maken over of je iets wil houden of niet wil houden. Dat kan ontzettend veel tijd kosten. Ben jij ook iemand die snel is afgeleid? Ben je bezig, telefoon gaat, hup, je loopt weg? Ja, dan duurt het heel lang. Dus een indicatie daarvoor geven is heel erg lastig. Maar daar kom ik zo dadelijk nog even wel op terug hoor. Kijk, en het is zo, ga je echt je hele kast doen? Of ga je nou een seizoenswissel doen, hè? Van ga je van de zomerkleding naar de winterkleding? Dus het is gewoon heel lastig om daar een indicatie voor te geven. Kijk, en ik heb ook, hè, je vraagt aan mij van, ja, hoe kan ik efficiënt en effectief die opruimklus eigenlijk aanpakken? Ja, ik heb daar zo'n module voor in mijn online programma, hoe je dat doet. Dus ik kan dat niet even snel hier vertellen, want dan zitten we hier over een uur nog. Maar ik heb natuurlijk wel wat tips voor je. De eerste tip, hang alleen de kleding van dat seizoen in je kast. Want dat geeft meteen meer rust, ruimte en overzicht. Ik weet niet of je dat ook doet, maar daar wil ik in ieder geval als tip meegeven. En dan de tweede tip, dus als je dat gaat doen, haal dan als eerste de zomerkleding uit je kast. Als je nu gaat beginnen, haal eerst de zomerkleding eruit en bekijk dan ook, heb ik dit de afgelopen zomer gedragen? Nee, dan kan het weg. Als je die kast niet in één dag kan doen, dan ga je het opdelen in kleine opruimtaken. En hoe ga je dat doen? Werk per plank of per hangrek of per, ja, ik weet niet hoe jouw kast natuurlijk is, of per lade, weet je. En werk één plank of één lade af en dan pas ga je naar de volgende. Kijk, en als je één zo'n plank met spullen hebt gedaan, dan weet je ongeveer, oké, hier ben ik bijvoorbeeld een uur mee bezig en dan kun jij inschatten hoe lang je er ongeveer mee bezig gaat zijn. Kijk, en op het einde, als je heel je kast hebt opgeruimd, met opruimen bedoel ik dan dat je alle kleding die weg kan, is uit je kast en je hebt alleen nog de kleding in je kast hangen waar je blij van wordt en die je houdt, dan kun je een logische indeling gaan maken wat voor jou prettig is. Dus werk in kleine concrete stappen, dan kun je ook beter bepalen hoeveel tijd je ermee kwijt bent. En vooral ook heel belangrijk, begin. Weet je, ga niet te lang nadenken, oh ja, waar zal ik nou gaan beginnen? Waar zal ik nou eens gaan starten? Wat is het beste? Nee, begin gewoon. En als je nu gaat beginnen, ga eerst je zomerkleding weghalen. Dat zou dan in ieder geval mijn tip zijn. Dan gaan we alweer naar vraag 8. Mijn probleem is dat we geen routines hebben, waardoor op alle magneetplekken steeds weer rommel komt en ik iedere week weer heel lang bezig ben met puinruimen. En als het netjes is, denk ik nu ga ik mijn best doen het zo te houden. Maar met nog 3 kinderen en een man ben ik zelf ook nog chaotisch en is het steeds weer rommel. Hoe kan ik dat aanpakken? Hoe krijg je een routine? Een la of een kast opruimen en daar tijd voor inplannen lukt mij. Hè? Maar ik heb alle dozen bij elkaar en doe steeds een stukje. Maar alle rommel om moedeloos van te worden. Wie weet kan jij hier iets mee? En ik kreeg ook nog een andere vraag. En dat ging ook over het voorkomen van magneetplekken. Neem ik even mee in deze vraag. Want dat komt eigenlijk op hetzelfde antwoord. Komt erop neer. Kijk, het probleem is eigenlijk die rommelplekken.
Hè? En de vraag is, wat is de oorzaak dat het daar wordt neergelegd? Komt dat doordat je geen routines hebt, dat het dus niet wordt opgeruimd op de vaste plek? Of heb je juist geen vaste plek, dus mensen, dus je gezin weet niet waar ze het neer moeten leggen, dus leggen ze het daar maar neer. Kijk, pas als je vaste plekken hebt voor spullen, dan pas kunnen routines dit probleem oplossen. Kijk, magneetplekken en ronde plekken ontstaan ten eerste doordat je te veel spullen hebt. Dus het past niet meer in kasten, dus spullen gaan rondslingeren. Dus het is altijd heel belangrijk om eerst goed te gaan opruimen. Met opruimen doen, dan spullen wegdoen, minimaliseren, ruimte maken in kasten overal. En een andere punt waarom magneetplekken ontstaan is dat spullen dus geen vaste plek hebben en dus gaan rondslingeren. Dus je zal vaste plekken moeten gaan creëren. Nou, hoe voorkom je nou zo'n magneetplek, zo'n rommelplek? Nou, ten eerste de vraag aan jou, heb je vaste plekken voor deze spullen? Nou, stel dat je die wel hebt, ja. Heb je die gezamenlijk bedacht met je gezin? Of heb jij bedacht dat die logisch zijn, die plekken? Want misschien denk jij dat ze logisch zijn, maar denk jouw gezin er heel anders over en leggen ze ze daarom daar neer. Nou, heb je geen vaste plekken voor deze spullen? Dan moet je dat heel snel gaan creëren, want dat vormt wel echt de basis voor een opgeruimd huis. En anders gaan die rommelplekken nooit weg. Nou, als je al wel vaste plekken hebt voor deze spullen, nou, hoe zorg je ervoor dat deze spullen op die vaste opbergplek komen te liggen? Nou, dat kan inderdaad door gewoontes en routines die je hebt. Nou, wat zou jij kunnen doen met je gezin? Ik ga er even één gewoonte, één routine uithalen die je misschien zou kunnen gebruiken. Nou, ga een afspraak maken met je gezin voor een gezamenlijk opruimmoment. En dat kan zijn, kies daarvoor een vast moment. Voor het eten gaat ieder zijn eigen rommel opruimen in die woonkamer. Dus betrek je gezin er ook bij. En dat je samen een vast opruimmoment hebt. En misschien heb je hele kleine kinderen, denk je, ja, die kunnen dat nog niet, maar er ligt misschien vast speelgoed. Betrek ze er in ieder geval bij. Hoe eerder je kind leert om op te ruimen, hoe eerder ze ook mee gaan helpen. En dan kun je ook aangeven van, jongens, pas als het opgeruimd is, daarna mogen jullie pas tv kijken of zo. Ik noem maar iets. Dit moet je wel elke dag doen om het bij te houden. En dat, doe dat ook maximaal 10 minuten. 5 à 10 minuten zou ik aanhouden. Kijk, een routine leer je door het dagelijks te doen op een vast moment. En je start altijd met één routine. Ga nou niet allemaal dingen tegelijk, werkt niet. Dus start met één. En daarna, er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar start met deze. En wat ik altijd doe bijvoorbeeld, dat is mijn gewoonte en dat is de beste tip ever, vind ik. Leg het direct terug naar gebruik. Als je iets hebt, leg het meteen terug op de vaste plek. Maar goed, dus conclusie is, hoe minder spullen, hoe minder rommelplekken. Dus ga echt opruimen en spullen wegdoen. En ga na of spullen een vaste plek hebben om die magneetplek te voorkomen. En kijk, want heel eerlijk, het kan hier ook een bende zijn. Als kinderen hier hebben gespeeld of weet ik veel wat ze allemaal hebben gedaan. Maar ik heb het echt binnen 10 minuten opgeruimd. En ik hoef echt niet puin te ruimen. Je kan hier elk moment van de dag, kan ik hier mensen ontvangen. Ik hoef nooit te zeggen, oh, let niet op de rommel. Nooit. En dat komt echt omdat ik de basis op orde heb. Nou, dat heb ik jullie al verteld in de video van vanmorgen. Dus dat weten jullie nu inmiddels. Dus nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En laat me weten of die routine voor jou gaat werken. En of jij je gezin zover krijgt om je mee te helpen. Nou, dan vraag nummer 9. Wij hebben de luxe van een vaatwasser. Nou, wat een luxe. Ik denk dat heel veel mensen deze luxe tegenwoordig hebben. Heel fijn. Nou, maar als deze aanstaat, belandt de vuile vaat op het aanrecht. Ik vind dat best storend en rommelig. Soms wordt de gootsteen gebruikt om het in te zetten en afhankelijk van mijn opruimbui op dat moment was ik het wel eens af met de hand. Ons kastje onder de gootsteen staat al vol met schoonmaakspullen. Heb je nog tips? Nou, wat ik altijd doe is ik voorkom dat ik de vaatwasser overdag aan moet zetten. Wij zetten de vaatwasser in de avond aan, in de ochtend is het schoon. Uitruimen kun je daar altijd je vaat kwijt. Dus, en natuurlijk hebben wij ook wel eens momenten dat de vaat wel natuurlijk vol is. Nou, wat doe ik dan?
dan zet ik het toch even in de grootste zin. Dat gaat echt maar om een paar kopjes of een paar dingetjes. Ja, je geeft al aan, ik heb geen plek onder de gootsteen. Dus je kan ook wel zeggen van ja, ik doe een kratje en dan zet het ergens in een andere kast. Maar je wil met die vieze vaat niet door je hele huis lopen. Dus ja, of zet in de avond gewoon altijd standaard je vaatwasser aan. Hè, dat je ook gewoon weet van nou, dan is die in de ochtend gewoon altijd schoon, leeg. En dan heb ik daar overdag geen last van. En als het echt in de gootsteen, als je dat niet prettig vindt, ja, dan is het toch inderdaad even afwassen. Kijk, bij mij is het wel zo, ik heb heus wel eens in de avond, hè, als wij bijvoorbeeld gegeten hebben en er staat een ovenschaal, die is nu aangekoekt, nou die laat je altijd even, die zetten we ook niet in de vaatwasser, die was ik altijd af, nou die staat in de avond vaak nog even wat in het heet water. Maar voordat ik naar bed ga, ruim ik die ook altijd op. Mijn gootsteen moet leeg zijn voordat ik naar bed ga. Dit verhaal heb ik al 10.000 keer verteld als je me al langer volgt. Maar dat vind ik gewoon heel belangrijk. Maar goed, als daar overdag wat kopjes in staan, als de vaatwasser vol zitten, heb ik daar zelf niet zo'n probleem mee. Dus ja, kijk even of dit iets voor je is om in de avond aan te zetten, zodat je overdag nooit spullen op de aanrecht hebt staan. En anders is het soms toch even accepteren dat er even wat in staat. En als het je echt zo stoort, ja, dan is het gewoon toch eventjes afwassen. Of wachten tot die vaatwasser klaar is en het er snel in doen. Dus ja, dat zou mijn oplossing zijn voor jou. Dan vraag 10. Scrollen we even verder. Even kijken. Als je eenmaal het hele huis goed opgeruimd hebt, hoe hou je het dan netjes? Nou, heb je bijvoorbeeld een vaste volgorde waarin je alles dan eens in de zoveel tijd weer langs gaat? Of is dat willekeurig? Nou kijk, een voordeel als je een opgeruimd huis hebt, hè, en opgeruimde kasten en overzichtenkasten, dan is het ook makkelijker netjes te houden. En dat is dan ook een kwestie van bijhouden. En dat kost minder tijd dan een paar keer per jaar een grote opruimklus. Nou, en dat doe je inderdaad tot dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of opruimgewoontes, routines die je dus jaarlijks doet en die je zelf aanleert of inderdaad inplant. Nou, ook leuk dat je deze vraag stelt, want ik heb toevallig 2 dagen geleden heb ik een nieuwe opruimbooster opgenomen. En die gaat over het aanleren van opruimgewoontes. En met name over welke opruimgewoontes er allemaal zijn. Welke dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse opruimgewoontes er allemaal zijn. Daar heb ik ook een overzicht van gemaakt waar ze allemaal op staan. Waar je dus ook kan kijken van nou, oh, deze die kan ik gaan toepassen. Die kan ik gaan inplannen elk jaar, want die wil ik gaan doen. Daarbij heb ik een nieuwe methode bedacht, de BBB-methode. Hoe jij dagelijks van rommel naar rust gaat in huis. En daar heb ik ook een speciale kidsversie voor gemaakt. Want ik denk, daar kunnen kinderen ook gaan leren hoe zij hun kamer kunnen gaan opruimen. Dan denk je, oh leuk, waar kan ik die vandaan halen? Ja, dit is wel, ja, die opruimboosters zijn exclusief voor deelnemers van mijn online programma. Dus als je meedoet, kun je hem binnenkort in mijn academie verwachten. Ja, als je niet met mijn online programma meedoet, ja, dan kan ik je er helaas nu niet blij mee maken. Maar wel, antwoord op je vraag is, je hebt inderdaad echt routines, gewoontes nodig om het bij te houden. En want nadat je het hebt opgeruimd, zo'n ruimte of je huis of je kast, is het bijhouden echt heel erg belangrijk om te voorkomen dat je over een paar jaar weer een hele grote opruimklus hebt. Nou, ik kan wel één voorbeeld geven van zo'n maandelijkse opruimgewoonte. En dat is bijvoorbeeld een maandelijkse reset, een maandelijkse check. En hè, stel, jij weet, nou, ik heb pas de keuken helemaal opgeruimd. En je gaat dan één keer in de maand even, na al is het 15 minuten, even de kastjes na. Staat het nog allemaal op de goede plek? Staan er geen dingen die er niet horen? En dat doe je dan één keer in de maand. En dat kost misschien vijf minuten, denk ik. Ik denk niet eens 10 minuten, want dat heb je zo doorgelopen. En misschien als je andere ruimtes hebt die je dan ook even na kan lopen. Want bijhouden is echt heel erg belangrijk. Dan gaan we naar vraag nummer 11. Heb je handige tips om laptops met oplaadkabel en oplaadkabels van gsm's op te ruimen? Vind ze snel in de knoop hangen? Heb ze nu zo opgeborgen? He, ze heeft een foto meegestuurd, maar het moet nog wel netter. En het is ook niet praktisch. Misschien heb je een handig idee met een opberger. Of misschien rechtop opbergen of een andere oplossing. Nou, wat zou je kunnen doen?
Ga naar Google, typ in opbergen kabels. Dan krijg jij allemaal organized te zien. Kijk, wat je bijvoorbeeld hebt, is je hebt bijvoorbeeld van die bakjes. Zo bijvoorbeeld een lange bak. En dan heb je allerlei bakjes. En dan kun je per kabel, per bakje kun je zeg maar een kabel inleggen. Dan raakt het ook niet in een knoop. Is het heel overzichtelijk. Je ziet welke kabel erin zit. Dus dat kan misschien iets voor je zijn. En je hebt ook organizers waar je iets om de kabel heen knoopt. Dus kijk even waar jij denkt van, oh ja, dat zou super handig zijn om dat in mijn kast of in die lade bij die laptop zo'n bakje erbij te zetten waar ik al die snoertjes in kan doen. Ziet er mooi uit. Dus ik zou zeggen, laat mij uiteindelijk dadelijk even, stuur een foto als je iets hebt gekocht. Laat mij even het resultaat zien, want daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Dan de volgende. Ja, dat was een hele lange mail. Dus ik heb hem heel even ingekort. ik ben begonnen met de challenge. Ik ben begonnen met opruimen door de challenge, maar mis in de challenge praktische tips over waar ik spullen laat. Waar ik ze kan opbergen, wat zijn logische plekken of wat is een handige indeling. En nou, klopt. Deze tips mis je in deze challenge, want deze challenge heeft een heel ander doel. En misschien ben je in de verwarring met mijn online programma. Daar heb ik dat wel, maar in deze challenge, die is gratis zeg maar ook. En daar heb ik, ja, die heeft gewoon een ander doel, daar gaat het eigenlijk om. Het doel van deze challenge is om je in actiemodus te zetten, de eerste stap te zetten, die drempel over te gaan en te beginnen. Hoe klein dan ook. Maar goed, dat even terzijde. Je vraagt dus ook, wat zijn logische plekken, wat is een handige indeling? Nou, daar kan ik heel kort over zijn ook. Het is geen one size fits all. Opbergen van je spullen, vaste logische plekken creëren, is maatwerk. Het creëren van vaste plekken is namelijk heel persoonlijk. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Dus ik kan nooit zeggen, dit moet je daar opbergen, want dat is handig. Dit zijn logische plekken hiervoor. Want wat voor mij logisch is, hoeft voor de ander niet logisch te zijn. Kijk, ik kan zeggen, leg je sleutels bij je berg ze bij de voordeur op. Maar heel, ja, als je daar binnenkomt, is dat heel logisch. Maar als je elke keer via de achterdeur, via de keuken binnenkomt, is het logisch om daar een bakje neer te zetten voor de sleutels. Snap je? Dus er zijn geen vaste, ja, dat is echt maatwerk. Dus dat kan ik je nu zeg maar niet zo vertellen. Kijk, ik heb het wel in mijn online programma, behandel ik het ook, dat er natuurlijk wel methodes zijn om ervoor te zorgen dat je zelf die logische plekken kan gaan creëren. Dus conclusie, het is maatwerk, maar er zijn dus wel methoden en technieken om zelf vaste logische plekken te creëren. Dan gaan we weer naar de laatste vraag, mensen. Vraag nummer 13. Oh, en dat op vrijdag. Vrijdag de 13e. Nee hoor. Hoeveel kinderkleding is er nodig? Mijn kast ligt altijd vol en toch grijpen we mis. Het is onoverzichtelijk of het ligt in de was, net wanneer je het nodig hebt. Ik heb ook erg veel was. En dan al die verschillende kleuren en seizoenen. Moet je het kopen omdat je het misschien nog nodig hebt? Of wachten tot het bijvoorbeeld sneeuwt en het nergens meer verkrijgbaar is in de juiste maat? Ik krijg hier geen orde in. Ja, heel soms maar voor even. Nou, kijk, daar kan ik ook geen precieze antwoord op geven. He, er zijn geen richtlijnen voor en dat is natuurlijk ook heel persoonlijk van hoeveel kleding, kinderkleding is er nodig. Kijk, je hebt natuurlijk een basisgarderobe. Hè? En dat is eigenlijk een garderobe die genoeg is voor één week. Nou, dat gaat dan om ondergoed, dat gaat om boven- en onderkleding, sokken, pyjama en bijvoorbeeld sportkleding. Dat is eigenlijk wel standaard wat er in een basisgarderobe eigenlijk hoort. Dat zou je voor een week genoeg moeten hebben. Je zegt, de kasten hangen heel vol. Wat ik al eerder zei in deze Q&A, hang maar één seizoen in de kast wat je op dit moment draagt en niet alle kleding. Dat zorgt meteen voor meer rust en overzicht en ook niet dat je gaat proppen. Want als je alles erin hangt, dan wordt het heel onoverzichtelijk. En dan weet je niet wat je hebt en dan weet je ook niet wat je aan moet, want dan heb je veel te veel keus. Je ziet letterlijk niet wat je hebt. En ook een tip. Koop bijvoorbeeld ook kleding die je wat beter kan matchen. Hè? En ik weet ook, kinderen hebben af en toe kleding met allerlei kleuren. Maar zoek iets wat je kan combineren. Als je bijvoorbeeld weet, de basis van de broek heb ik blauw of zwart. Nou, dan kan er een gekleurd t-shirt op. Of ik heb een hele gekleurde broek. Nou, dan zorg ik er ook voor dat ik wat basisjurtjes heb. Die gewoon wat meer effen zijn. Of als je kleren gaat kopen, zorg dat je denkt van, oh, dat kan ik ook met dat en dat setje combineren.
En je zegt, ja, ik grijp nog wel eens mis, want het zit in de was. Nou, dat zou je nog eens bij kunnen houden. Maar oh, elke keer grijp ik mis, heb ik een shirtje tekort. Nou, dan moet je misschien over nadenken. Dan moet je misschien toch nog eens een extra shirtje kopen. Dus dat zou je eens bij kunnen houden van, nou, waar grijp je het nou mis? Dan moet ik daar misschien toch nog iets van bijkopen. En je zegt, ja, moet ik het kopen als ik het misschien nodig heb? Nee, moet je niet doen. Nee, want dat is nou echt zonde. Want dat zijn vaak ook kledingstukken die je dus eenmalig draagt of heel kort draagt. Hè, wat je al zegt, bijvoorbeeld voor de winter. Dan komt ineens een sneeuwstorm en je wil eigenlijk een sneeuwpak, zo'n skipak hebben. Ja, nou, die is dan uit de maat in de winkel. Nou goed, weet je vindt altijd wel een oplossing. Je koopt een regenbroek en doet die eroverheen. Of je gaat, hè, als je dan eens een skipak nodig hebt, bewijs van, je kijkt op Marktplaats en dan kun je er eentje vinden. En je vindt wel een oplossing. Ik heb het ook wel eens gehad met mijn kinderen. Nou ja, goed, ze gaan in een joggingbroek naar buiten. Ze komen na een uur nat binnen van de sneeuw en dan trekken we weer een andere broek aan. Weet je... Je vindt altijd wel een oplossing, maar koop niet iets omdat je het misschien nodig hebt. Dat zou ik niet doen. Dus ja, de conclusie. Prop je kast niet vol. Hang er alleen in wat je op dat moment draagt. En kijk ook goed of de juiste maat nog in de kast hangt. Hè? Want kinderen die groeien en je hebt al heel snel denkt, oh, dat past die niet meer. En wat je dan kan doen is haal die kleding ook meteen uit de kast. Hè? Laat die niet hangen. En wat betreft het kopen van kleding, kijk ook goed wat je kan combineren, zodat je makkelijk setjes kan maken. En dan hoef je ook niet zoveel te kopen, omdat je dan beter kan combineren en kleding kan matchen. Nou jongens, dit waren de vragen. En ik vond het super goede vragen en ik vond het leuke vragen en het waren diverse vragen. Dus ik vond het echt heel leuk om te doen. En ik hoop ook echt dat de antwoorden jullie je geholpen hebben. Dus ja, dit was de laatste video en hier sluiten we dan eigenlijk ook de challenge mee af. Mijn doel was om jou in die actiemodus te zetten en ik heb gehoord dat sommigen van jullie echt in ieder geval aan de slag zijn gegaan. Die eerste kleine stap hebben gezet en ga nou lekker doorpakken. He, ga nou verder met die opruimklussen. Ik hoop dat de volgende opruimklus al voor je klaar staat. En ben trots dat het gelukt is. Geef jezelf een schouderklopje. En heb je een kleine stap gezet, maar kleine stappen leiden naar grote stappen en naar grotere veranderingen. Nou, wil je echt verandering creëren in je keuken, in je kledingkast, in je badkamer? Wil je die transformeren naar een plek waar je blij van wordt? Nou, doe dan mee nog met mijn online programma. Nu nog met die mega korting, geldig tot en met 30 september. Dat is zaterdag, morgen dus. Nou, ik wil iedereen bedanken. Voor de vragen, voor het enthousiasme, voor de inzet. Ik vind het superleuk als je mij nog wil laten weten wat je van de challenge vond. Kun je altijd nog doen door mij een berichtje te sturen of een DM of iets dergelijks op social media of een mailtje. Vind ik leuk om te lezen. Maar ik hoop jullie natuurlijk allemaal te mogen verwelkomen in mijn community opruimen en organiseren kun je leren. Dus, nou, hopelijk tot snel. Tot ziens.